Yo Nintendo fans, welkom bij deze Animal Crossing miniserie waarin ik op bezoek ga op thema-eilanden. En vandaag zijn we op Harry Potter Eiland. Ja ja, de beruchte beroemde tovenaar. Waarom staat hier trouwens gelijk even zo'n ontwerp uitwisselpunt? Eens even kijken, wat zit hier allemaal in? Oh, outfits van Harry Potter. Yo, wij zijn sowieso Gryffindor toch? Wil je nou ook naar dit eiland? Dat kan, want ik zet de dreamcode gewoon hieronder in de beschrijving. En wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan niet te abonneren, hè, op dit kanaal. Dan gaan wij snel kijken wat er allemaal gaande is. Hallo? Is dit Hagrid? Het is wel jammer dat we nu niet even de outfit aan kunnen doen. Nou, oké, dat maakt ook niet uit. We gaan hier lekker naar de studeerruimte, de kantine. Van alle studenten van Hogwarts, denk ik. Wat zou er voor feestmaal gaande zijn, jongens? Hebben we nu ook van die lekkere vleesjes? Ik bedoel, Ron die was behoorlijk fanatiek met die kippoot in zijn bek stoppen, volgens mij. Maar oké. Hey, is dat Dumbledore? Staat Dumbledore hier op de wacht? We hebben in ieder geval ook kabouters hier, dus dat is nice. Haha, vet. En wat is dit? Dit klopt niet. Wacht even. Hier hebben ze gewoon die draak nagemaakt. Dus ze hebben gewoon twee van die vleugels van de Pteranodon gepakt. En dit is een ander fossiel. Ik weet even niet meer welke. Oh, dit is wel heel cool, ja. Ja, dit is nice gedaan. Het is gewoon die draak uit de derde film. The Goblet of Fire. Nice. Kijk, we hebben hier allemaal mooie heksenhoedjes. Ja hoor. En kijk eens, nog meer outfits die je ook ziet in Harry Potter. Cool gedaan, superleuk. Wat hebben we hier? Een tralies? Volgens mij heb ik die al. En een parapluhouder. Kan ik die al ook leren? Oh, helaas. Nee, dat kan niet als we dromen. Dat is dan weer jammer, hè. Oh, wacht. Zijn we nu op Diagon Alley? Of hoe dat ook heet? Ik heb een ander paadje genomen. Lekkere beeldjes allemaal, hoor. Ah, maar nee, we moeten even terug naar de weg is weg, jongens. Kijk, we zien hier ook een telefooncelletje. Die is natuurlijk ook wel bekend uit de 6e en 7e films. Waren die niet rood in de films? Ik vind wel de props heel nice. Gewoon van die wands, van die toverstafjes en zo. Super cool, leuk gedaan. En ook boeken. Ja, ja, in Harry Potter lopen ze ook rond met superveel boeken. Oh, wacht. Kijk dit. We zien hier gewoon Severus Snape op dit bordje. Super cool patroontje. Heel vet. Oh, en daar komt iemand aanlopen. Hallo. Hallo, professor. Of studentje. Of hallo. Hallo, Holly. Ja, dit is wel leuk gedaan. Dit is cool. We kunnen hier langs zo en dan komen we hier. Dit is het onderzoekslaboratorium. Waar we overigens niet in kunnen volgens mij. Nee. Nee, hier kunnen we... Of nee, nee, kunnen we niet in. Hier mogen we alleen kijken. Of wacht, kunnen we hier langs? Kunnen we hier langs? Ja, kijk, we kunnen hier langs. Oké, cool. Hier worden de oude fossielen die begraven liggen onder Hogwarts onderzocht. En als we dan naar boven gaan, dan komen we hier terecht. En ja, kijk, dit is van het kielwiet natuurlijk. Je moet alleen even dit wiet nemen zo. En wiet... Wier, zeewier heet dat in Nederlands. En als je dat dan neemt, dan krijg je kieuwen en dan kan je onder water zwemmen. Ook in The Goblet of Fire kennen we dat. Als ze die challenge gaan doen, als ze iemand moeten redden die in de zee gevangen is genomen. Ja, dan moet je van dat kieuwwiet nemen en dan kan je lekker gaan zwemmen. Dus ja, nice. Hier is leuk over nagedacht. Dat vind ik goed gedaan. Cool. Als ze dan hier naar boven lopen. Kijk, dan komen we op de treinrails. Ja. Dit is de trein naar Zwijnsteen. Oh, nee! Spinnen! Laat het Ron niet zien. Ron wordt gek van spinnen. Nee. Dit is Aragog. Laat me met rust. No. Ah, kijk. Hier is de koffer. De koffer van professor Lupus, denk ik zomaar. En dan, ja, dan wachten we inderdaad hier op het station. En dan nemen we de trein naar Hogwarts. Oh, ja, hier rechts vinden we Hogwarts. Super cool. Moeten we nog even door het Doolhof. Ook weer uit de Goblet of Fire. Er zijn veel elementen uit de Goblet of Fire gepakt. Ja, ik hoop dat Cedric Diggory het deze keer wel overleeft in het Doolhof. Arme Cedric Diggory, jongens. Ach. Wow! Dit is zo vet gedaan. Dit is gewoon een zwerkbalveld. Dit is heel cool. En Hufflepuff speelt hier tegen Ravenclaw. Dat kan je zien aan de kleuren van de netjes. Wat natuurlijk de bezemstelen moeten voorstellen. Super cool. Steentjes hier neergelegd en een logo in het midden. Heel vet gedaan. Ja hoor. Laten we een potje zwerkbal gaan doen, jongens. Super cool gedaan. Ja, dit is wel echt heel duidelijk Harry Potter. Hier vinden we nog even een studeerplekje. Want hier zal Hermeline dan wel heel erg veel chillen. Oh, maar ik ben ook zo benieuwd naar hoe ze Zwijnsteen hebben gemaakt. Kijk dan. Ja, dit is wel heel vet. Met een plein hiervoor. Kan ik? Ik wil er naartoe. Laat me er naartoe. Ik wil beginnen aan mijn lessen op Zwijnsteen. Daar gaan we. Ja, door een mooie boog. Ja, we worden al welkom geheten. Heel vet gedaan. Vlaggen in de kleuren van Gryffindor ook. Heel cool. En we zien hier twee huizen. Ik ben wel benieuwd. Wat voor huizen zijn dit dan? Laten we eerst dit huis eens even pakken dan. Oh ja, kijk al die schilderijen aan de
muur, dat heb je natuurlijk in het trappenhuis in Harry Potter. Dan heb je de Fat Lady en dan heb je nog allerlei andere schilderijen die natuurlijk bewegen. Ja, deze passen er best wel goed bij. Heel cool gedaan. En natuurlijk het vuurwerkbehang, want het is natuurlijk vuurwerk in de grote zaal als het schooljaar geopend wordt. Heel cool. Leuk. Goed over nagedacht. Oh, dit is zo cool. Dit is de kamer van de Ravenclaw student. Je ziet het hier, de pakjes en de truien en alles. Mooie vloer ook. Ja, dit geeft me wel echt een Harry Potter vibe hoor, moet ik zeggen. Heel nice. Ik ga hier gewoon even een fotootje van nemen, jongens. Hoppakee. Ravenclaw studentje. Super cool. Dan zullen de andere kamers wel de andere afdelingen zijn. Eens even kijken. Hier aan de rechterkant. Ik gok op Hufflepuff. Oh nee, het is Slytherin. Ja, en je ziet het hè. Die maken gelijk gebruik van wat donkerdere attributen. Het is allemaal wat donkerder en wat gotischer. En ja, iets wat meer dreigendere sfeer dan bij Ravenclaw, moet ik zeggen. Deze spiegel zorgt er ook weer voor. En er staan hier zo zwaarden op de kast. Ja, Slytherin, dat is er toch eentje. Dat vertrouw je niet, hè, zo'n eiland of zo'n afdeling. Nee, ja, ik zou niet heel graag bij Slytherin willen horen, denk ik. Het heeft toch een beetje een negatieve naam, hè. Maar wel een vette kamer. Het is iets, iets saaier wel dan Ravenclaw, maar wel op een goede manier. En ik ben heel erg benieuwd naar de kamers van Gryffindor en Hufflepuff. Maar eerst, ik ben benieuwd wat hier. Wat hebben ze hier gedaan? Wat zou dit voor kamer zijn? Ja, kijk, dit is de Gryffindor kamer. We zien hier natuurlijk de uil, want ja, Hedwig moet natuurlijk wel geëerd worden in de vorm van zo'n beeldje. Gryffindor kleding aan de muur. En het is allemaal inderdaad een beetje in het rode en het zwarte thema, maar het is niet het donkere zwart van Slytherin, maar gewoon echt een beetje heldhaftig rood. Ja, vet. Toch ook wel weer een mooie kamer dit, hoor. Dan moeten we alleen nog even Hufflepuff zoeken. Oké, zou dat beneden of boven zijn? Ik denk beneden. Ik denk dat ze Hufflepuff beneden hebben gestopt. Nee, hoor. Nee, beneden is de keuken. Ja, de keuken. Vanuit hier krijgen alle studenten hun eten toebediend. En vanavond staat suikerspin met peer op het menu. Nou, ik ben van allebei geen fan en die combinatie die lijkt me helemaal smerig. Dan gaan we nu naar boven. En dan komen we inderdaad uit in de best wel grote royale kamer van Hufflepuff. Inderdaad, met allerlei gele attributen. Ook weer de Hufflepuff kleding. Ja, en dit is wat derpier of zo allemaal. Kijk, er hangen ook slingers en zo en paaseieren. Deze lamp, die had ik denk ik bij Gryffindor gedaan. Maar voor de rest heeft Hufflepuff toch echt wel een heel gezellig en ja, een beetje kneuterig kamertje. Ja, dat past wel bij Hufflepuffy. Maar ja, hier bij Hogwarts, er was blijkbaar nog een ander huisje en daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Wat is er dan in dit huisje allemaal te vinden? Ja, ze hebben hier ook gewoon geprobeerd om inderdaad een beetje een tovenaarsachtige vibe te creëren, denk ik. Kijk, ja. Ik ben benieuwd of we jammerende Jenny hier tegen gaan komen. Ik zou als Harry niet meer durven om in zo'n bad te gaan liggen eigenlijk, want die jammerende Jenny, die is een beetje een spiekertje. Maar daar is dit dus op gebouwd. Ook wel vet dat ze dan zo'n vloer hebben waar een soort van wolkjes en zo vanaf komt. Want het is natuurlijk, jammerende Jenny is natuurlijk een spook. En die kwam natuurlijk zo met al dat rook en alles tevoorschijn in de film. Dus ja, dit is wel weer leuk over nagedacht. Cool. Ben benieuwd naar de andere kamers. Deze kamer snap ik niet helemaal. Als jij hem wel snapt, zet even in de reacties. Want hey, ik kan ook niet alles weten. Ja, en op de zolder is het ook mysterieus. Ik vind het vet gedaan trouwens. Heel cool gedaan. Leuk idee. Ook weer zo'n wolkenvloer. En dan hebben ze hier van die tapijtjes gelegd. En van die schermen ervoor. Net alsof je hier zo kan zweven. En richting de verte kijken, richting de bergen. Dit is natuurlijk ook een uitzicht wat we een beetje zien aan het einde van een van die Harry Potter films. Als Harry wegvliegt, dan vliegt hij richting de bergen en dat ziet er dan een beetje zo uit. Ja, dit is wel cool. Maar laten we vooral ook gaan kijken wat er nog meer te beleven is op dit eiland als we hier het trappetje vanaf gaan. Of we nog wat meer Harry Potter-achtige dingen kunnen gaan ontdekken. Oh, dit hert. De Expectus Patronum. Dat is natuurlijk een hert die we terugzien in de films. Super cool. Daar had ik nog geen eens over nagedacht dat je dit kon doen bij een Harry Potter eiland. Heel vet. Ja, heel cool gedaan. Leuk detail. De Expectus Patronum. Oh ja, en hier nog meer draken en dinosaurussen. Vet hoor. Ja, ik vind dat wel cool als je die op je eiland neerzet. We hebben nu de linkerkant van het eiland gehad. Maar de rechterkant van het eiland zijn we nog helemaal niet geweest. Wie zit hier opgesloten? Waarom is hier een kooi? Weet ik niet. Dus we gaan verder. We gaan hier naartoe. We zien hier ook weer op zo'n lampje het patroontje van Severus Snape. Dat vind ik echt heel cool gedaan. Dit patroontje zou ik ook wel willen hebben. Deze ga ik denk even opzoeken op internet. Overal natuurlijk vlindertjes, want die komen ook terug in Harry Potter. En hier, kijk, hier zien we het hert. Ik zie weer allemaal nieuwe items. Ik wist niet eens dat item bestond. Hey, Ari, what up? En daar hebben we ook Bo. Gezellig, Bo, dat je er ook bij bent. Hier is het dorpje. Ja, en die boeken items, die passen natuurlijk ook hartstikke goed bij boekenkasten.
We zien veel bibliotheken in Harry Potter. Dus die boekenkasten, die horen er zeker bij. Ik vind ook dat er leuke kleurtjes gebruikt zijn voor die boekenkasten. En als we hier naar boven gaan, dan zien we hier de huisjes van verschillende bewoners. En dit is het huisje van Kabuki. En ook Eric is hier een inwoner. En Genji. Oeh, nice bruggetje. Dit is wel mooi gemaakt trouwens. Gewoon een patroontje op de vloer gegooid. En dan van die stalen buis dingen, tralies dingen ernaast. Cool. Zo doe je ook weer eens inspiratie op, jongens. Lekker. En als we hier naar beneden lopen, dan hebben we weer een nieuwe studeerplek voor de studenten van Hogwarts. En ook op het strand kunnen zij studeren. Ik vind wel dat ze goede patronen hebben gebruikt hier. Dit past wel echt bij Harry Potter. Oké, jongens, dat was hem weer. We sluiten dit eiland af bij onze grote vriend Hagrid. Laat me vooral weten wat jullie van dit eiland vonden. En als jij een leuk thema-eiland voor mij hebt wat ik moet gaan bezoeken, zet het hieronder in de comments. Doe een duimpje omhoog, abonneer. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickardTune. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!